105 en wie erbij maar staat, staat erbij. Helene 105 is de meest optredende koe van Nederland. Er zit in een aantal commercials, zit in speelfilms. En waarom? Deze koe die kan geweldig goed stilstaan. Nee, mag hem loslaten. Ja, hij loopt weg. Nee, hij zit op de handrem. Hij zit op de handrem. U ziet dat Helene is al helemaal in de houding. Nederland mensen, deze koe gaat zo door de hoepel springen. U ziet Helene is in de volledige concentratie. De oren staan al helemaal naar achter. Dus op nadenken. Ja, ik heb ook een koeienquiz met Helene. Helene is al twee keer op oorlog geweest. Ze zit in speelfilms, zit in een toneelstuk. Maar het is een hele eer, vandaag mocht ze optreden en als ik het goed heb, zijn er vandaag al 12.000 boeren. Het is ongelooflijk, er zijn heel veel boeren op deze plek, terwijl het mooi weer is. Eigenlijk moet iedereen stro rijden, piepers rijden en noem maar op. We gaan even door de hoek springen. Ik zoek even twee vrijwilligers, die zijn de vrijwilligers. Ja, wil jij met die hoed zou meedoen, dus kom even naar voren voor. Het gaat keihard en het is echt, het is live, er zit geen herhaling in ofzo, dus je moet goed opletten. Zeb, jij let op de start. Voor jou een heel lange belangrijke klus. Je houdt het touwtje vast. Ja. En je rent zo hard mogelijk de business class in. Met die koe? Met die koe natuurlijk, mevrouw. De koe moet er door de hoek, want niet soms. Maar we gaan even met z'n allen even klappen. Laat je horen. Ik pak de hoek al. Klappen, klappen, klappen. Ja, zes trekken. Let op die hebben. Zes trekken. Trekken, zes trekken. Ja, 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 trekken. Kom maar wel, kom maar. Help, 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 help